Stil! Dus Johan, jij neemt kompas mee? Ja, juf. En jij zakmes, Nina? Ja, juf. Zakmes, oké. En wie zorgt er voor een verrekijker? Dat doe ik, juf. Mooi zo, Kees. Nou, we hebben het hele lijstje afgewerkt. Heeft iemand nog iets te vragen op te merken? Waar ligt dat bij eigenlijk waar we naartoe gaan? Haha, weet je dat niet eens? Nee, dat weet ik niet eens. Weet jij het soms wel bij de handje? Maar natuurlijk weet ik dat. Bijster ligt in de buurt van Amsterdam. Zo'n 85 kilometer ten zuiden van Amsterdam, ze bedoelen Pien. In de buurt van Den Bosch, Nicky. Nou, zal ik er toch niet zo ver naast, hè? Kom op, jongens. Niet zo gezien, hoor. Je hebt zo'n rekening morgen op schoolreis en moet iedereen in een feestelijke stemming zijn. Yes! Ja, Suzanne? Zijn er ook spinnen in dat bos? Ja, zulke grote met haar op hun tenen. Pien, genoeg nu. Ach, geintje. Natuurlijk zijn er ook spinnen, Suzanne. Hoezo? Daar ben ik chronisch allergisch voor, juf. Wat zeg je? Ze bedoelt dat ze hartstikke bang voor spinnen is, juf. Maar wij zullen je beschermen, hoor, Suzanne. Hé, jongens. Ja, hoor, Suzanne. Ja. Is er nog iemand die iets te vragen heeft? Dan moet het wel vlug. Jij misschien, Leo. Leo! Hij hoort het niet, juf. Hij heeft zijn apparaatje weer eens op. Hè? Wat is er iets belangrijks gesproken, juf? Heb je dan niets gehoord, Leo? Jawel, ik heb net die knetter te gekke paard van Green Day gehoord. Die is echt te crazy, joh. Te wat, Leo? Te... Nou ja, erg goed bedoel ik, maar... is alles oké met de schoolreis? Ja, Leo, alles is oké met de schoolreis, vergeet jij vooral je knetter gekke plaatje niet. Nee, man, juf bedoel ik. Dat staat vast, daar kun je
is nog niemand. Het zal toch wel doorgaan. Natuurlijk, mam. Maar we zijn toch altijd overal de eerste. Je weet, ik heb een gruwelijke hekel aan te laat komen. Dat weet ik maar al te goed. Wat bedoel je daarmee? Dat ik kampioen te vroeg opstaan ben. Waarom moet ik altijd de eerste zijn? Om er zeker van te zijn dat je niet te laat komt. Oh, het idee maakt me al zenuwachtig. Trouwens, heb je alles bij je? Ja, mam. Je kadetjes? Ja, mam. Sandaaltjes? Ja, mam. Je tandenborstel? Ja, mam. En je Donald Duck onderbroek? Ja, mam. Hoi, Kees. Dag, mevrouw de Vries. Goedemorgen, dames. Wat ben jij vroeg, zeg? Ben je bed gerold? Nou, jullie zijn al zo niet erg laat. Mijn vader houdt niet van laatkomers. Ah, een medeslachtoffer. Wat bedoel je? Oh, niks. Zeg Kees, heb je je verrekijker meegenomen? Mijn verrekijker, die staat nog op het aanrecht. Hij had alles bij je. Maar zo terug. Wat moet er van hier terecht terechtkomen? Ik begrijp nog steeds niet dat jij in zo'n tent durft, hoor, Pien. Stel nou een beetje, pa. Je bent al een tijd zo bang in het donker. Alsjeblieft, pa. En voor het eerst het beste priorspuntje vlieg je in de hoogste boom. Stel nou, pa. Ik zal aan de juf vragen of bij haar een tent kan slapen, oké? Nee, pa, dat hoeft niet, pa. Ik wist niet dat je zo flink kon zijn, meisje. Petje af, hoor. Merel, vergeet jij je antislaaphandenpilling niet in te nemen? Goed dat zegt, want waar heb je zijn gedaan? Ze zit in het zijvakje van je toilettas. Ik zou me doodschermen als vanaf de hele klas achterna zit in het bos. Wat hoor ik? Jij een slaaphandenspoort? Moet je niet meer spotten, want het is erg genoeg. Dat lijkt me helemaal niet zo erg, mevrouw. Ik probeer me s'nachts een ongeluk. Dus een half uurtje slaaphandelen, dat lijkt me wel wat. Ja, je hoort dit zo vaak. Wat minder eten, stoppen met roken en meer bewegen. Dat is goed voor een mens. Ze zouden er een echt sport voor moeten maken. Stel je voor, wereldkampioenschappen slaapwandelen. Yes, dat doen we vannacht. Kunnen lachen. Ja, leuk! Goedemorgen allemaal. Sorry dat ik een beetje aan de late kant ben. De weg was namelijk stuk en... De sporenbomen waren zeker verkouden. En de brug stond open. En de auto had ik. Ha ha ha. Nou, ik hoor het al. De stemming zit er al goed in. Wat leuk dat zoveel ouders zijn meegekomen om mijn kinderen uit te zwaaien. Zal die goed op z'n passen, juf? Ja, natuurlijk, mevrouw de Vries. Hij moet een beetje extra op Pien letten. Hij is nog niet mooi aangelegd, begrijpt u? Pa. Zo, kleine plaagjes. Nu komt de aap uit de mouw. Pa zegt dat het niet waar is. Och, geimtje hoor, juf. En nu eens kijken of iedereen er is. De bus kan er elk moment zijn. Is Kees er niet? Hij is nog altijd zo stipt op tijd. Hij is een verrekijkerradio. Die was hij vergeten. Oh, ik schaam me dood. Ach, dat hoeft niet hoor, mevrouw de Vries. Ja, dat hoeft wel. Ik hou niet van te laat komen. Daar heeft hij gelijk in. Ik hou er ook niet van. Yes. Goedemorgen, ben ik hierbij, eens even kijken, kindcentrum Dijk? Dat klopt zo, u bent keurig op tijd. Altijd mevrouw, altijd. Ik heb een grondige hekel aan te laten komen. Nee, daar heeft u gelijk in. Ik, wanneer prachtige bus trouwens? Altijd mevrouw, altijd. Ik heb een grondige hekel aan vuile bussen. Rijd deze dan op sieps op? Ha ha ha, nou ik hoor het al, de stemming zit er al goed in. Oké, allemaal instappen. Yes! Heeft u alle schaapjes geteld, juf? Dan kan de reis beginnen. Andreno 1, jongen. Ah, het is ook altijd weer hetzelfde liedje. Ah, ben je er, kleine? De andere zit al in de bus. Dan krijg je wel te vroeg op zijn, hè, mam? Je gaat dingen vergeten. Je moeder bedoelt het toch niet verkeerd, hè? Nee, of liever van me kan je wel zo lang buiten me. Ah, gekkie, ga nog maar gauw de bus in. En veel plezier, hè? Dankjewel, toedeloei. Dit is ook zon, lieve jongen, hè? Thank you.
potje met vet. Ik heb een potje, 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 potje vet. Dat is de taal voor gezet. Tante uit Marokko, ja die komt hier. En tante uit Marokko, ja die komt hier. En tante uit Marokko. En we gingen met een zucht al boven in de lucht. We zaten zo gezellig in een schuitje. En niemand kon ons zien, we hadden plek voor tien. Leven is even niet. We gingen met een zucht al boven in de lucht. We zaten zo gezellig in een schuitje. En niemand kon ons zien, we hadden plek voor tien. Leven is even niet. Vierde couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, 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 potje vet. Van op de tafel. Het hondje van de slager. Het hondje van de slager. Heeft vies gedaan. Heeft vies gedaan. Hij is gaan zwemmen. Hij is gaan zwemmen. Zonder zwembroekje aan. Zonder zwembroekje. Weet u waarom ik nou buschauffeur ben geworden, juf? Geen idee. Omdat ik als kind al zo dol was op schoolreisjes. En vooral op die zalige liedjes. Ik had je daar nooit genoeg van? Nooit, mevrouw. Nooit. Deze gezelligheid zou ik voor geen goud willen missen. Wat grappig dat mensen zo verschillend kunnen zijn, hè? Hoe bedoelt u? Ik hoor helemaal niet van die liedjes. Ik heb de neiging om de bus uit te springen als het pootje met pijl op tafel wordt gezet. Hoe lang duurt het nog, juf? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Pas op! Jongens en meisjes, luister al maar even. Jullie gaan eerst je tent opzetten. Als het klaar is, kom je hier terug. Op deze plek zit ik met Danny. Hier komen we steeds allemaal bij elkaar. Ja, Stan? Vind je dat niet eng, juf? Zo helemaal alleen. Op zo'n grote open plek. Waar komen jullie vandaan? Ik was onderweg naar school en kwam hun tegen. En daar waren we te laat voor de bus. Hallo allemaal.
Bettina, ik ben de campinggids. Aangenaam kennis te maken. Het spijt me dat ik te laat ben. Ik weet dat u zeker nooit te laat komt. Oh. Oké, nog andere vraag voor Lotto Merkinje. Nee? Nu ze wieder weer gaan je tent zetten. Want ik wil zo snel mogelijk eten. Ik rammel van de honger. Goed idee, juf. Kom op, jongens. Ja! Yeah. Yeah. Ik heb een potje met vet. Al op de... Moet je mij nou eens hoor? Dat potje met vet zit behoorlijk in mijn hoofd. Eens kijken, hier zijn de haken en de scheerlijnen. Ik ga ook weer spullen pakken. Moet ik even helpen hoor? Ben je nu al klaar? Ja, ik heb zo'n oplastlijn. Het staat in 2 minuten. Jongen, wat zal niet uitvinden tegenwoordig? Maar als ik eigenlijk me even wat helpen hoor. Mag ik even helpen, juf? Kom mij maar helpen. Hoe werkt dit in godsnaam? Ben je ook al klaar? Ja, ik heb ze ook al staan. Zie je, ze staan in 3 minuten. 3 minuten? Slecht kwaliteit zeker hoor. Even helpen, juf. Graag, Pien. En je hoeft deze dan niet op te blazen hoor. Nou, ik mag dan af en toe wel eens plagen met pet opblazen van juffen. Dat gaat me een beetje te ver hoor. Oh, ik dacht dat jij een opblaasstent hebt, net zoals Rob en Merel. Ik heb helemaal geen tent bij me. Ik sta bij Leo. En die zet zijn tentje liever samen met zijn knetter te gekke muziek op. Wordt er zeker lekker te vrezen van. Moet dit stokje, juf? Ja, nu moet dit eroverheen. Even helpen, juf. Zo, haha, dat is dat. Iedereen zijn tentje opgezet? Ja, juf. Mooi, dan gaan we nu snel eten. Ik rammel van om jullie ook. Maar wat gaan we dan eten? Ik lust niet alles. En ik heb een noten en een zuivel en een gluten. In 1 allergisch woord heb ik een allesallergie. Haha. We eten... Macaroni. Maar dat wil ik? Zeg je zeker. Ja, alleen het is een beetje mislukt. Oh, dus jullie wel kennis maken met de beste koks van het land. Thank you.
hebben ijs. Ijs. Uit. Wat gaan we vandaag even doen, juf? Eens kijken. Het is nu 12 uur. Ik stel voor dat we straks eerst gaan afwassen. Daarna ga ik het tent komen inspecteren. Met mij, hè? Tot de was, generaal. En daarna gaan we een spannend bosspel doen. Oh, leuk, man. Jee! Dan gaat iedereen oefenen voor de bonte avond. En na het eten kom je allemaal 6:30 bij elkaar. We hoeven toch niet om 7:30 naar bed, hè, juf? 8:00 lijkt me een mooie tijd. We hebben morgen weer een heel programma. 8:00 al vroeg, dag week. Oké, 7:05 en geen seconde laat. En niet afwassen. Ik hoef toch niet mee te werken, ik ben nogal allergisch voor zeepsel. Onzin. Zo jongelui, ik ben benieuwd wat jullie allemaal bedacht hebben. Wie is ceremoniemeester? Wij, juf. Mooi zo, hebben jullie het programma rond? Ja, juf, helemaal. Ik ben benieuwd wat jullie hebben voorbereid. Dan gaan we nu snel beginnen. Ik ben raar benieuwd wat jullie bedacht hebben. Goed, dan gaan we nu beginnen met onze bonte avond. Als jullie hier allemaal daar gaan zitten. Als allereerst treden voor Rio, Noor en Chantal met een dans. Nu een optreden van Gina, onze campinggids. Brindar amor para después pedir, hay que perdonar. Para...
er nu een verrassingsoptreden van de ouders. I found a love for me. Darling, just drive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know we'll be all this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. I see my future for the mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. And you said you look the mess. I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her hope. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children over all. We have still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. And you say, are you in that dress? Looking so beautiful, I don't deserve this. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have failed you, all I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Goeie groetjes. Weet u hoe laat het al is? Bedtijd! Goed geraden, en denk eraan, oogjes dicht en snaapjes toe. Snaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de spin. Wat? Waar? Mommy! Rustig, rustig, het was maar een grapje. Slaap.
Slager. Juf, krijgen we nog een nachtzoentje? Maar natuurlijk, kindjes van me, een heerlijk nachtzoentje. Dat ze blijven liggen. Ja. Nog even de tand poetsen.
vind het eigenlijk wel een klein beetje te veel gaan doen. Stel nou, anders worden ze wakker. Ja, maar straks zitten wij potjes met Verdhoeven te schrijven. Ach wel, nee. Dat doet onze juf toch niet. Wat gaan jullie doen? Wij gaan de bomenwater geven, Harold. Ja. Bomenwater geven? Voel jij je wel helemaal lekker? Nee, niet bepaald. Zo. Ik kan niet tegen nieuwsgierige meisjes. Oh, stil nog een beetje, jongen. Straks worden de boompjes nog wakker. Nou ja. Kom op nu, allemaal even doorlopen. Zo, die zijn opgeroepen. Thijs, doe jij de tent open? Ja, maar... Niks maar ja, gewoon open die tent. Flink hoor, juf. Ja goed zo jongens, die emmer is een stuk voller. Zijn jullie klaar? Gooi maar! Wacht, stop! Juf, hé juf, wakker worden, het is de hoogste tijd. U moet naar school. Oh, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ik dacht dat die juf zich altijd sliep. Dat dacht ik ook. Ja, klopt iets niet. Er zit er iets helemaal goed fout. Ik ga kijken. De juf is in het voort. Wat? Jullie juf is in mijn handen. Mijn vraag zal zuur zijn. Getekend BBB IJster. Bijster dus. Hoe bedoel je? Nou, B-IJster oftewel Bijster. Maar zo heet het hier toch? Precies. Dat is geen echte naam, maar een schuilnaam. Daar schieten we dus niets mee op. Juf! Juf! Ik denk niet dat dat veel uit had, Dorop. Nee, denk het ook niet. Tja, je moet toch ergens beginnen? Ja, je hebt gelijk. Doe maar rustig. We vinden dat wel, hoor. Wat is hier aan de hand? Waarom schreeuwen jullie zo? De kindertjes waren boompjes aan het water geven. En toen ging Pientje per ongeluk op de worteltjes van een boompje staan. En die gaf Pientje toen een klapje met zijn takje. En toen ging Pientje heel hard om de juf roepen. Hé Pientje! Ach kind, doe niet zo belachelijk. De juf is ontvoerd! Wat? Wat is hier toch aan de hand? Waarom schreeuwen jullie zo? We wilden de juf ontbijt op bed brengen. Ontbijt, ja. Aardig, hè? Maar we ontdekten dat ze niet in haar tent was. Eerst dachten we nog dat ze was gaan trimmen of zo. Ja, inderdaad. Trimmen. Maar toen zagen we een briefje liggen. Jullie juf is in mijn handen. Mijn vraag zal zuur zijn. Getekend BBB IJster. BBB IJster, wie is dat? Dat is een schuilnaam. Dat zie je zo. Het heet hier bijster. Dat had ik ook al bedacht. Zo, slim hoor, Pien. Weet je ook al wie de ontvoerder is? We moeten gaan zoeken in plaats van dit geruzie. Je hebt gelijk, Suzanne. We moeten gaan zoeken. Bijster.
Daar zijn de boswachters. Misschien hebben hun iets gezien. Wat ze nu te schreeuwen, is er soms brand? Onze juf is ontvoerd! Ja, onze lieve juf, hoe zouden we naar huis moeten zonder haar? Waarom, Paul? Waar heb ik het nu of nooit eens een keer? Is het weer zover? Welke dag is het vandaag? Het is vandaag vrijdag. En welke maand is het? Het is juni. En waar is jullie juf ontvoerd? Uit deze tent. Grote griebels, die tent staat boven op het spoor. Op het wat? Op het spoor van Bijster. Het spoor van Bijster loopt er al vele honderden jaren. Het is het geheimzinnigste spoor van de hele wereld. Er zijn er in de loop van de jaren bijzonder mysterieuze dingen gebeurd. Toen ik nog een klein jongetje was, vertelde mijn grootvader mij de spannendste verhalen. En hij had ze weer van zijn grootvader gehoord. Enzovoort, enzovoort. Maar het mooiste verhaal is nog altijd de verdwijning van de 35 olifanten van Circus Monti. Op 30 juni 1887 moest het circus in Noord-Gedwongen overnachten. Er waren door zware regenval enkele wagens in de modder blijven steken. Op deze plek werden de olifanten neergezet. Enkele zijn die tussen de bomen waren gespannen, moesten ze tegen het noodweer beschermen. De volgende morgen werd een vreselijke ontdekking gedaan. Alle olifanten waren weg. En ze zijn ze nooit teruggevonden? Nooit. Oh, rustig kinderen, rustig. Ja, maar in die tijd waren er nog geen goede spoorzoekers. Wat bedoelt u? Toen de vrouw van baron van Stuitenberg in het bos op 29 juni 1910 verdween, schakelde hij een beroemd Engels detective-bureau in. En loste zij het raadsel op? Zij had de barones binnen half uur opgespoord. Dan moeten we die hebben. Maar de detective-bureau zit toch in Engeland? Ja, maar omdat er regelmatig verdwijningen waren, bleef een van de detectives hier wonen. Samen met zijn twee zoons en dochter heeft hij een speciale opsporingswinkel in het dorp. Een opsporingswinkel? Oh, maar dat betekent dat? Dat er een grote kans is dat zij jullie juf kunnen opsporen. Hoera! Yes! Zal ze direct even bellen. Hallo, Mr. C. Je spreekt met Van Datten, de forester. There's been another mystery in het bos. On the clue, yes. Can you come as soon as possible? All right, thank you. Goodbye, Mr. Siep. Dat was de oude Mr. Siep. Zijn drie kinderen zijn nu al onderweg. Praten die ook alleen Engels? Soms wel, soms niet. Dat hangt een beetje van een Engelse bui af. Wacht eens, daar komen ze al aangelopen. Ik. We are sheep, detectives. We solve murders and other crimes. We find everyone is disappeared. We are clever and we are brave. Nothing can stop us, we have no fear. My name is Sheep. We are sheep, detectives. We are family as you see. Heep. We are sheep, detectives. We are sheep, detectives. We are sheep, detectives. Goedemorgen, Mr. Siep.
Good morning, Mrs. Van Etten. What's the matter? The schoolmaster of this children was kidnapped last night. How do you know she was kidnapped? We found this little note, sir. Oh, you speak English. We have learned it at school, Mrs. From a school teacher was disappeared. Jullie juf is in mijn handen. Mijn vrouw zal zuur zijn. Betekent BBB eist het. Oh, gelukkig. U spreekt ook Nederlands. We waren alle drie 6 jaar toen we in Nederland kwamen wonen. Dus... Allemaal erg interessant hoor, maar zullen we nu onze juf gaan zoeken? Ik begrijp dat je haast hebt, maar we moeten heel voorzichtig te werk gaan. Very carefully. Jullie moeten precies doen wat wij zeggen. En daar absoluut niet van afwijken. Is dat clear? Yes, sir! Zeg luidjes, hebben jullie ons niet nodig? We moeten naar nog een stel bomenwater geven. Bomenwater geven? Dat doen jullie toch ook altijd? Wij fixen het wel af en dat hems. Hoi zo. En zeg, als er wat is, je belt maar hoor. Oké, wij gaan eerst splitsen. Splitsen, yes. Splitsen. We maken 3 groepen. Ik tel tot 3, dan staan er hier 3 keurige rijen. There we go. 1, 2, 3. We gaan nu het spoor door het bos volgen. Onderweg zullen we briefjes vinden waar opdrachten op staan. Opdrachten? Opdrachten, yes. We hebben eerder met deze PPB-eister te maken gehad. O ja, wie is dat dan? Oh, daar mogen absoluut geen vragen over gesteld worden. Het zou de hele opsporing in de war kunnen schoppen. Hoeveel opdrachten moeten we uitvoeren? PPB-eister geeft meestal 3 opdrachten. Voor iedere groep 1 dus. We moeten nu gaan, anders halen we niet meer. Alright, let's go. Is everybody ready? Yes, sir! Sst! Not so loud. Is everybody ready? Yes, sir! Die zijn er mooi ingetrapt. Wat een makke schapen. Eens kijken. Dit is geloof ik de plek voor de eerste opdracht. Dit lijkt me een geschikte bom om de spuitjes in te houden. Oei, daar komen de spoorzoekers aan. Wegwezen. Kijk daar, in die boom. Aha, dat zal de eerste opdracht wel zijn. Oh, ik krijg er de kriebels van. Ik hoop niet dat het dezelfde opdracht is als de laatste keer. Ik krijg weer pijn aan mijn tenen als ik daaraan denk. Aan uw tenen? Wat is er dan gebeurd? We moesten allemaal 100 meter op onze tenen lopen. Ah ja, dus op je tenen. Dat laat de juf ons ook altijd doen met gym. En dat houdt nog geen 4 meter vol. Laten we dan maar vurig hopen dat we wat anders moeten doen. Wat staat er op dat briefje? Mr. Seed maakt voor jullie een foto. Ga allemaal bij elkaar staan. Kijk zo vrolijk mogelijk. Blijf strak in de kamer kijken tot het geluid stopt. Tot het geluid stopt? Wat voor geluid? Dat zullen we gauw genoeg weten. Dus nou allemaal daar staan en kijk zo vrolijk mogelijk. Zo, jullie staan er mooi op. Staat er misschien nog meer op dat briefje? Ja, hier. Loop maar na met z'n allen naar de pomp. Naar de pomp? Waar is dat, Mr. C? I don't know. Staat er misschien ook bij wat voor pomp? Nee, dat niet. Ik denk dat het een waterpomp is. Ik weet er wel apart te staan. Kom snel, we hebben geen minuut te verliezen. Is everybody ready? Yes, yes sir! Naar de pomp. Waar is dat, Mr. Siep? De heer BBB-eister kan tevreden zijn. Eens kijken. Dit is geloof ik de plek voor de 2e opdracht. Oei, daar komen ze alweer aan. Dat wordt lachen hier in Brunnen. Kijk, daar hangt een briefje. Als er maar niet die belachelijke zoenopdracht is. Zoenopdracht? Bij de laatste verdwijning moesten we 1 minuut lang zoveel mogelijk bomen een zoentje geven. Dag maar niet te hard, want als het weer die zoenopdracht is, stop ik direct. Dat nooit, we moeten onze juf redden. Haal 6 volwassenen buiten het bos en laat ze 4 keer precies gelijktijdig niezen. Je hebt 20 seconden de tijd om de 6 mensen naar deze plek toe te brengen. Gelukkig, geen bomenzoenerij. 6 volwassenen, waar halen we die zoek al vandaan? Ik stel voor dat jullie dat allemaal gaan doen. Ga hier staan en ga naast elkaar staan.
Dan tel ik tot 3 en dan rennen jullie als de wiede weer het bos uit en komen met 6 volwassenen terug. Klaar voor de start? 3, 2, 1, go! Ja, zie je, onze juf is ontvoerd en daarom moet jullie 4 keer niezen. En dat moet tegelijk. Daarom tellen wij nu alle 6 het 4 en dan moet je dus 4 keer heel erg niezen. Daar gaat hij dan. 1, 2, 3, 4. Atjoe! Nou, ik hoorde er niks van. Hoorden jullie daar iets van? Nee. Laat ik nog een keer doen. 1, 2, 3, 4. Atjoe! Fantastisch, hartstikke bedankt. We komen een tuin een keertje opknappen. Ook uw huis schilderen. Of uw koelkast leeg eten. Ja, staan vader, dus... Hartelijk bedankt en tot ziens. Dag. Hij is er, bedenkt wel steeds gekkere dingen. Maar gelukkig is alles goed gegaan. Dat wel. Zeg, staat er misschien nog iets op dat briefje? Ja, hier. Loop erna met z'n allen naar de pomp. Huh? Laat hem zelf naar de pomp lopen. Wat denkt hij wel? Ik denk dat ik het weet. Op het erf van Boer Bulten staat een waterpomp. Dan moeten we daar naartoe. En wel zo snel mogelijk. We hebben geen tijd te verliezen. Is everybody ready? Yes, sir! Wat een prachtige niezen waren dat. Het lopen ze gezellig met z'n allen naar de pomp. Hoe bult is, hoe komt hij daarop? Zo, en dan nu de laatste opdracht. Opruimen. Daar zijn ze volgens mij bij Bijstel ooit nooit kampioen geweest. Kijk hier. Wat staat erop? Dit is de laatste en voor jullie waarschijnlijk moeilijkste opdracht. Breek alle tenten af en ruim alles netjes op. Loop daarna met de bagage naar de pomp. Je krijgt 2 minuten de tijd. Loop naar de pomp. Waar is de pomp, Mississippi? Die staat in de tuin van de boswachter. Kom, vlug. We hebben geen tijd te verliezen. Oké, is everybody ready? Yes, sir. Het idee dat ook de laatste opdracht perfect wordt uitgevoerd. Dat is dan de eerste keer. Opruimen is niet bepaald een sterkste kant. Zo zie je dat deze mysterieuze ontvoering veel verborgen kwaliteiten laat zien. Hebben we niet een beetje te bond gemaakt, Bernard? Ik vond het anders echt hilarisch. Wel nee, zusje. Ik vond dat je best een keertje mag terugplagen. Tja, best wel voor ik ben ik Thea zacht van hun grappen en grollen. Wij ze bedoelen. Is op mijn stoel, provisorische klas. Kauwgom in mijn koffie en een kikker in mijn tas. Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. Daar word ik de crazy van. Ik sta altijd voor ze klaar. Ik doe te goed mijn best. Maar waarom word ik altijd dan zo vreselijk gepest? Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. Daar word ik te crazy van.
mijn stoel. Propjes door de klas. Kauwgom in mijn koffie en een kikker in mijn tas. Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. School blues. Ik zing de basic school blues. Daar word ik de crazy van. Hé hey, juffie, ga gauw zitten, daar komen de spoorzoekers al aan. Hé hey, jongen, het gaat net zo lekker. Nu al. Hier, daarna zorg je de krant niet. Kijk, hier staat een pom. Is dit de pom van de boswachter, Mrs. C? Hé, hey, was er die nog leven? Misschien weet die mevrouw het wel. Pardon, mevrouw, is dit het huis van de boswachter? Mevrouw, is dit het huis van de boswachter? Ja hoor, dat klopt. Yes! Fijn hoor, dat jullie er zijn. Waar staat het altijd? Ik heb een ongeluk gezocht. Mijn mama, u bent ontvoerd. Help, help, ik ben ontvoerd. Mag ik jullie even voorstellen, mijn broers Bert en Bernard? Aangenaam. Aangenaam. En mijn twee neven Wim en Gerard. Nicht Esme en vriendin Gina. How do you do? Joepoe. En BBB IJster, wie is dat dan? Oh, dat bent u. Dat klopt, Pien, dat ben ik. Jongens, dat betekent dat we een maling zijn genomen. Precies. Dat klopt. Maar dat kan toch helemaal niet, juf? U moet altijd het goede voorbeeld geven. Je hebt gelijk, Julie. Maar ik moet zeggen dat ik ervan genoten heb. Best over rekening ben ik, jij zorgde van jullie grappen en grollen. Nu kunnen wij jullie eens terugpakken. Grappen en grollen, hoe bedoelt u? Benijs is op mijn stoel. Een paar honderd propjes door de klas. Een keertje kou in mijn koffie. En het ergste was die kikker in de tas. Ja, die kikker was leuk, hè? Leuk moest dat. Ik sta nu te trillen op mijn benen. Maar het bracht ons wel op een spoor. Het spoor van Bijster. Het spoor van Bijster, ja. En wat is het goed geluk? Die buschauffeur is zeker ook het spoor Bijster. Hij is een kwartier te laat. Waar blijft hij? De spoorbomen waren zeker verkouden. En de brug stond natuurlijk open. En de bus heeft ik. Allemaal mis, die bus komt helemaal niet meer. En waarom niet? Wij stappen niet meer in dezelfde bus. Wij stappen uit. Wij stappen over. Wij stappen uit, wij stappen.
Open. The new best, and all is not the best part.